Dan gaan we nu door. Nee, we hebben die twee gehad. We gaan door naar PokeCraft NL, of zijn echte naam is Marijn. Laten we gaan kijken. Welkom in het huis van Kingo13. PorkCraft NL. Nu is het opeens Pork en wat of Poke, ik weet niet meer. Oké, ik zie voor de rest hier nog op het moment niks, maar we gaan gewoon kijken. Let's enter the. What the. Let's enter the house. Is hier wat nieuws? Nee, hey, mijn bed is wel weg. Oké, misschien was het bij die andere ook. Oeh, cool. Oké, we gaan eerst stap voor stap. We gaan eerst hier naar binnen. Wow, hij is veel met kleuren vol gedaan, zie ik. Chill. We gaan hier. Oeh, wow. Wat? Double chair case. En hier is mijn slaapkamer. Met allemaal music dingetjes en een secret room achter de staircase. Dit vind ik wel cool, zo'n dubbel staircase hier naar boven. En dan is hier een balkon zeker? Yep. Wacht, kan ik hier nog omlopen? Oeh, ik kan op deze manier helemaal op het dak. Een vlag van Nederland, hell yeah. Da-da-da-da. Goed, is nog wat even snel hier. Check of hier nog nieuws is en oeh, wauw. Oké, hij heeft mijn toren, wat eigenlijk een toren is, heeft hij veranderd in die farm van Nether Bart. Nice. Creatief. Oké, even zien. Voor de rest staat. Ja, oh, het is gewoon een heel balkon. Dit helemaal. Ik kan er helemaal overlopen en doen wat ik maar wil. En hier kan ik ook naar beneden. En ik kan zelfs vanaf daar hier naar boven. Dat is wel cool. Hé, wat zag ik daar? Ik zag een koe. Oh, wauw. Wow, daar komen we zo wel. Een hele dierentuin. Een hele farm. Echt een mooie farm dit keer. In plaats van al mijn farm zo'n blokje. Dan wil ik trouwens ook nog wel eens aanpassen hoor. Mijn farm dat allemaal mooi natuurlijker wordt. Oké, we gaan eventjes eerst naar hier kijken. Dat is een hele grote met groen en licht. Wat de hel? Van dit. Van geel en groene wol. Oké, goed. En dan was het deurtje. Dus we gaan eventjes. Oh, wacht, ik ben nog niet eens game mode. Zo, ik ben nu game mode. Dan gaan we door naar deze room. Die wil ik nu wel een keer bekijken. Even oppassen dat het niet ontsnapt. Dicht. Oké, let me see. Goed, nice. Hey! Iron Golem! Hey Iron! Wauw, cool dat hij er ook is. Hey, jij hoort hier niet thuis. Ach jij. Oké. Nou zo, en dit is dan dus de die ene room geworden. Het is geen dak, dat is ook wel creatief vind ik. Geen dak, dat hoeft natuurlijk niet per se. Even kijken of hier wat nieuws is. Nee, hier is niet nieuws. Hier is waarschijnlijk niks gedaan. Oké. Even kijken nog even naar de Nether. En dan zijn we hier denk ik alweer klaar. Maar ik vind het nog steeds wel creatief. Met die dubbel staircase vind ik iets nice. En ik vond echt die. Oh, pas op. Ik word staan stop. En met die. Hoe heet het? Die dubbel staircase naar boven vond ik mooi. En ik vond dat van. Gewoon die hele kamer vond ik echt nice. En mijn farm, dat die daar komt. Is ook wel handig. En weet je wat? Ik ga gewoon de Nether overslaan. Als je dan naam de Nether, dan doe ik misschien iets aparts erover. Of ik sla gewoon de Nether over om wat tijd te besparen. Maar goed, dit was dus de. Ja, oké. Dit was de wereld van. Hoe heet het? Van PokeCraft NL. Nice. Oké, ja, misschien heb je nu gezien. Ik heb die in de wereld van Jim. Heb ik echt veel langer gezeten. Maar hij heeft ook veel meer gedaan. En dan is het logisch dat ik er langer in zit. Maar oké, goed. We hebben er nu 3 gehad. We gaan door naar de 4e. En dat is KingGuy13. Komt me ergens bekend voor. Maar. Het is. Zijn echte naam heet Reinder. Dus we gaan. Naar de 4e wereld. Boom. En ik. Wat de. Oh, hij heeft een hele nieuwe wereld gestart. Oké. Nou, we gaan eventjes kijken. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar dat maakt niet uit. We gaan eventjes naar kijken wat hij heeft gedaan. Hij heeft een hele rivier volgetouwd met. suikerriet. Wow, hoe ver gaat dat door? Oké. En wat heeft hij allemaal gedaan? Hij heeft een klein huisje gemaakt met de dingen van voor. Hij heeft hier een farm gemaakt. Hij heeft. Wacht, wat de hel? Staat er iets? Ik zie daar iets. Oh, het zijn gewoon roses, oké. En heeft hij hier allemaal broomstands. En dan heeft hij hier zo een tunnel naar beneden. We gaan eventjes helemaal naar beneden kijken. Wat heeft hij zo gedaan? Oh, hij heeft hier gewoon een beetje gaan mijnen. Voor mij heeft hij echt gewoon zijn. Wat hij als een let's play wat heeft gedaan. Oké, kan ook natuurlijk. Ik zeg niet dat het niet mocht, maar. Het is een beetje apart. Oké. We gaan even kijken naar. Hier zo naar binnen is een crafting dingetje. Zit er iets in die kist even snel? Oh ja, hier zijn bottles. Regeneration healing, oké, cool. Nee, het is een hele potion wereld voor heeft hij dus in principe. Cool. Wat is hier? Slaapkamer en wow, ja, hij heeft echt een heel let's play gedoe gedaan. Hij heeft een paar high horse enchantment. Oké, dan gaan we nog eventjes naar de Nether om te kijken wat hij daar heeft gedaan. Even snel en dan zijn we hier ook weer klaar.
Oké, okay, mag ik kijken. Heeft hij speciaals? Nee, heeft hij ook gewoon een beetje lopen mij. Oké, okay, dat was het de wereld van Kingo. Een beetje apart, maar niet hetgeen wat ik had verwacht. Maar ja, dat maakt op zich niet uit. Het was wel grappig, maar ik bedoel, daar heb ik niks aan om echt in mijn huis wat aan te passen. Dus jammer. Maar voor de rest, mooi gemaakt, Kingo. Of Reiner. We gaan door naar Koen. En er zijn twee Koens. En deze heet Koen van Laarhoven. Zijn wereld gaan we nu bekijken. Oké. Okay. Hey Kingo, ik heb deze gemaakt. Koen van Laarhoven, MC-man, Mr. Minecraft Man NL. Oké. Okay. Even kijken, even in de buurt. Ik zie nog niks. Oeh, ik zie daar iets vet. En dit vind ik wel vet met deze ding erbij. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Okay. Let's get into my house. Oké, okay, dus wat zien we hier? Een beetje van die dingetjes. Een mooi tapijt met zwart-wit dingetje daar zo. Hier overal. Ik vind het best wel vet. Het heeft een beetje iets weg met race of zoiets. Maar het is wel... Het heeft ook wel wat leuks. Wauw, cool. Oké, okay, goed. We hebben hier dus... mijn kerst met al mijn shit er nog in. Nog steeds. Hier, eventjes, hier hebben we dus mijn... mijn hoofd... woonkamertje. Soort van... Ja, ik weet niet echt wat dit wordt. Maar dat wordt... hoe heet het? Ik ga het een beetje inrichten als... Ja, als een soort woonkamer, maar echt een woonkamer, dat ga ik denk ik gewoon in een ander gebied doen. Hier hebben we een bank met een klein dingetje naar beneden. Right, dit is wel mooi zo, vind ik. En met de tv, mooi afgewerkt tv. En dus buiten is nog niks gebeurd. Nee. We hebben er niet veel iets gedaan met farm of zo. Oeh, wat hebben we hier? We hebben een bar. Right, wat is dit? Dat is gewoon niks. Cool, we hebben echt gewoon een bar. Oh, wat? Waarom zit er een zombie in? Cool man, we hebben gewoon een bar. Hey, twee zombies. Waarom zit ik nog steeds in survival? Oké. Let's go up. Oh, wacht. Hier. Dit is vergeten. Ik ben helemaal... Ik was in één keer doorgelopen. Oké, wat is hier zo? Dus, hier is mijn bed. Mijn slaapkamer. Met een paar mooie banken, wat stoeltjes en nog een schilderij. Fucking vet. Zombies. Ik kan beter eigenlijk in peaceful zitten. Oké, okay, weer een paar van die... Kijk, heel veel die vinden dit leuk. En dat ga ik dus ook echt doen, zo. Want als jullie het willen, dan doe ik het ook. Want heel veel van jullie die hebben dit al tot nu toe gedaan. Dus voor mij al drie. Of twee of drie in ieder geval. En ik vind die bosjes aan de zijkant zo echt nice. Dat past er wel bij. Oké, okay, dat was dus de bovenverdieping. Dus ja, wat heb ik hier wat ik van tot nu toe al geleerd? Is een bar. Lijkt me grappig. Dat is ook nieuw. En ja, loop even naar buiten. Wat de hel, hij is een slim zombie. Uit zichzelf buiten. Hij was zelf vermoord. Maar goed. Dit is dus die extra kamer met het zwembad. Oh cool. Het is echt een soort zwembad. Heeft hij ervan gemaakt. Het parasol. Klein hot tubje. En de grote swimmingpool. Cool. Oké. Okay, en dan hebben we ook. Oh, hij heeft zombies neergezet als. Van die gastjes die hier zo werken of zoiets. Denk ik. Het zou goed kunnen eigenlijk. Of niet. Of hij heeft gewoon vergeten te verlichten. Kan ook nog. Maar ik heb geen idee. Dan hebben we dit gehad. Ze gaan hier naar boven. Ik vond het echt cool, dat zwembad. Zo. Heel veel wil daar een zwembad, omdat ik het één keer zei. En dat ga ik denk ik ook doen ook. Oké, okay, dat was dit. Ik ga even kijken. Ik zie op de minimap nog niet echt iets anders. Maar ja, de meeste hebben alleen maar huis veranderd. Sommigen hebben ook echt helemaal eromheen en zo gemaakt. Dat mocht natuurlijk. Oh, ik heb hier niet naar beneden gekeken natuurlijk. Dat had ik misschien beter kunnen doen nog. Maar ja. Hey, zombie. Nou ja, dat is één dingetje dat ik ben vergeten. Oké, okay, is hier nog iets anders nieuws? Nee, nee, nee. Dan was dit de wereld van... Hoe heet hem ook weer? Van Koen. Ja. Dus, nice wereld, wederom. Heel cool. Oké, okay, dat was de barbecue eronder. We gaan nu naar Janice. Oh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, Janice. En we gaan kijken wat zij... Ik denk dat het een haar is, ik weet het niet zeker. Daarvan heeft gemaakt. Oh, het regent. Anchor. Oké, okay, let's go. Oeh. Hey, dit is de eerste die echt iets heeft gedaan met mijn toren. Right. Oh, hey, wacht. Ze heeft ook mijn... Ik doe even zij. Als je een hij bent, dan sorry, dan moet je het even zeggen. Maar ik zeg gewoon even zij. Dus ze heeft mijn sheep farm afgemaakt. En voor mij heeft ze het ook wat groter gemaakt hier. En dat is wel nice, want dat wou ik eigenlijk nog. Dus cool. Dit heeft afgemaakt. Wieso hebben we nog de... chicken farm, hier hebben we nog de wheat, maar er is nog niks meer gebeurd. Oké, okay, ik ga kijken wat er bij... Oh, lekker. Ik ga kijken wat er met de torens gebeurt. Dus hier alle bomen heeft hij weggehaald, maar ik denk van... Nee, die ga ik... Oeh, wauw. Ziet er ook wel cool uit hier, hè. Golem. Oh, hier. Hi. Hi, hoor, golem. Dus hier ga je een beetje jezelf verstoppen. Oké.
En hierboven zit een kleine bloemdingetje met blommetjes. Mooie blommetjes. En hierboven zit niks. En wat zit hier van boven helemaal de allerbovenste? Een spider. Ga je me bossen. Vechten. Die. Jee. Misschien was het wel de huisdier, weet ik het. Oké, lol. De volgende stap is gewoon echt in mijn huis weer terug. Want ik dacht van, dit is het eerste waar ik echt zag van wat er nog niet was. Dus wat nieuw was dit, de toren. En ook gewoon natuurlijk de farm. Wacht, is daar ook nog iets gebeurd? Oh, deze farm is helemaal weg. Oké. Okay. Oké, dat mag natuurlijk, hè. Ah ja, dit is ook af. Hé, hey, wat hè? Oké, dit moet ik even zien. Wat de hel was dit? Er staan 3 random deuren. Oh nee, meer. 5 random deuren. Lol. Cool. Dat is iets wat ik heb altijd oog voor de details. Ik zie altijd die details als eerst. Maar goed, even zien. We gaan hier naar binnen. En wat zien we hier? Ik moet even mijn keel laten rusten. Even wat drinken. Eventjes snel. Nou, even wat drinken. Oh, nog even hoor. Zo. Nou, van alle praten word je echt... word er ook je keel uit, man. Maar, we gaan door. Dus, we gaan even kijken wat even hier iets is veranderd. Nope, wederom niet. Kelder. Oh, wacht, ja, er is toch iets in de kelder. Oh, ja, dan heb ik dus die andere overgeslagen. Sorry voor degene die ik heb overgeslagen met hier naar beneden te gaan dan. Maar, dit is even zien wat... Oh, voor de rest toch niks. Niks speciaals gebeurd. Oké, wacht, misschien nog iets lager. Ik denk het eigenlijk niet. Want dan kom ik waarschijnlijk in de mine terecht. Dus we gaan even kijken. Ja, dan kom je in de mine terecht. Oké, goed. Nou, verdien naar boven. Verdien naar boven. Dit duurt me te lang. Dit duurt me te lang. Oké, we gaan even verder hier kijken. Even zien naar binnen. Dus hier met de mooie tafels en de boekenkasten. De woonkamer, oké. Dus tv. Met een knopje. Aan- en uitknop. Allemaal tafeltjes en stoeltjes. Dus allemaal hartstikke nice. Oh, de hal. Oh ja, dit vond ik echt nice, man. Met zo'n fontein hier in het midden. Dat is wel cool. Maar ik denk wel niet dat ik iets doe met fontein. Maar dan ga ik die ergens hier in mijn tuin plaatsen. En niet hier binnen. Maar echt een leuk idee. Die fontein heb ik nog niet gezien. We gaan verder hier naar boven. Hier met een mooi randje kobbel. Met een paar dingetjes. En wederom een paar bloemetjes hier en daar. Dat ziet er flirt de boel wel een beetje mooi op. Ah, kijk. Hier heeft iemand een keer hier wat goed aangepast. Dus ze heeft wat dingen hier opgehangen. En nog wat meer paintings. En hier hebben we dus de slaapkamer. Met een gigantische painting boven mijn bed. En hier met de... Oh ja, dit is de typische dingen van waar ik al heel lang onder slaap onder deze dingen. Dus het is leuk dat ze die heeft verwerkt in mijn kamer. Dus ja. Even kijken, ik dacht even dat hier nog iets zat. Maar blijkbaar niet. Dus zo. We gaan hier naartoe. Wow. Ook een slaapkamer. Maar dan met een mooi... Een glazen dak. Dus ja, ik denk dat ik die helemaal van glas ga doen inderdaad zo. Dat wordt wel wat beter zo. Dus ik hou deze werelden hou ik wel gewoon. Dus als ik echt een keer inspiratie nodig heb, dan kan ik gewoon terug gaan in deze werelden. Om wat meer uit te halen. Oh, wat stond ook allemaal van dingen. Stond hier? Zwembad. Oeh, hier is een zwembad. Zwembad. Rustruimte. We gaan eerst even naar de rustruimte. Wauw, dit is wel een heel erg cool idee. Dit is echt cool. Dit ga ik denk ik wel gebruiken. Ik ben er zeker dat ik dit ga gebruiken. Dit is echt een cool idee. Dus voor de verdieping die door hier uiteindelijk opkomt. Dit is echt vet, serieus. Nice. Nice gevonden. Janice. Of ik ben er misschien even de naam vergeten. Crap. De Beep. Oké. Okay. De bibliotheek. Ik zie het. Ja, cool. Beep. Oh, zo. Dan mist er iets. Kijk niet echt, sorry. Maar goed. Even zien. Hier zijn we naar beneden. En wacht. Oh nee, we gaan nu naar het zwembad. One by time. Oké. Okay. We hebben wat kledinghokjes. Yep. Moeten we erdoor. Moeten we hier uit. Zeker. Dan kun je hier gaan zwemmen. Oh ja. Moet je omlopen. Hier zo. Hier heb je kluisjes. Fucking slecht aan. En hier hebben we het zwembad. Wauw. Poeltje om je voeten schoon te maken. Wauw. Echt alle details is hiervoor gezorgd ook, hè. Zwemdingen. We gaan baantjes trekken. Oh, we gaan even lekker baantjes trekken. Zo. Lekker. Oh, wacht. Van de verkeerde kant. Oké. Okay. Kan het. Daarnet verhaalde ik al mijn duikplank, maar nu lukt het wel. Zwem. 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 Ik heb eigenlijk smart moving nodig voor dit. En weer terug. Een bandje terug. Ik ga over de lijn. En weer terug.
Super fast. Oké. Okay. Ja, ik weet zeker. Ik ga het wereldrecord zwemmen ga ik behalen, jongens. Opletten, opletten. Oké. 3, 2, 1. Hoe moet je zien hoe snel ik ben? Ik ben aan de overkant. Kijk, je zag het niet eens hoe snel ik ben. Nieuw record, jongens. Ik ben snel. Oké. Okay. Goed. En wat hebben we hier? Oh, shower. Even douchen hoor. Want ik voel ik me achter. Ha. Lekker, lekker even douchen. Zo. En we gaan nog eventjes een lekkere frisse duik doen, of maken van de duikplank. Waar je niet vanaf kan springen omdat het plafond te laag is. Maar voor de rest, leuk gedaan. Het zwembad zo. Vooral met het badje zo. En met de kluisjes. Allemaal heel erg niftig gedaan, vind ik. Nifty. Oftewel, hartstikke goed gewoon. En vooral dat daarboven vind ik echt briljant. Slaapkamers, die heb ik al gehad. Oké, goed. Dat was voor mij mijn huis. Alles van mij. Oh nee, hier. Iets beneden moet ik als goed is nog kijken. Ja. We hebben hier een hele wand van Ray William Johnson met alle paintings. De feestzaal. Ah, nice. Die kunnen gaan dansen. Jongen. We kunnen helemaal losgaan. We gaan feestbeesten. We gaan naar de bar. En kijk, hier, hier staat hij nog free of zo achter. Die kan hij lekker een beetje zichzelf helemaal lam zuipen. En dan kan hij andere dronk maken. Dus laten we doorgaan. Dat is wel cool. Het is een beetje leeg nog, maar het is wel creatief. Oké, okay, hier zo de opslagplaats. Oké, okay, dat betekent dus waarschijnlijk dat ze wel iets heeft aangepast hier zo aan, of niet? Ja, oeh, wat de... oké. Okay. Aha. What happened? Wacht, moet ik even zien, hè. Ah, nee. Is het gat gekomen in de vulkaan? Ah, dat is kut. Daardoor is dit helemaal weg, zo. En dat is echt balen, eigenlijk. Maar voor de rest, geen idee hoe dat komt, hè? Maar goed. Misschien deed hij dat gewoon expres. En nu kan ik niet meer in de... Dan kan ik niet meer in mijn... Hey, ik wil kijken, ik wil kijken. Nu wil ik het echt wel zien wat hier zit. Oké. Okay. Zo. Dan wil ik wel weten, wat is er gebeurd? Oké. Okay. Niks speciaals, oké. Okay. Let's go back up. Met het water, oké, okay, goed. Even zien. Niks nieuws hier, niks nieuws daar. We hebben hier niks mee gebeurd. En dat was het. De wereld van gemaakt door Janice. Check, ik vergeet het hier. Ja, Janice. Of Janice. Janice. Dan was het een jongen geweest, Janice. Maar ja, ik zie het wel gewoon. Het is een hij of een zij, ik weet niet. Het is wel een mooie wereld. Mooie wereld. Oké, okay, dan gaan we nu naar de wereld van Maurice. Let's go. We gaan gewoon wel als in één rek filmen, denk ik. Want anders dan is het anders duurt te lang. Gemaakt door Maurice. Gemaakt door Maurice. Ja, heel vaak gemaakt door Maurice. Oké. Okay. Even te snel checken. Is hier wat nieuws? Nee, nee. Hier is helemaal niks nieuws. Even kijken. Wat is er gebeurd met mijn... Oh, hij heeft de toren afgemaakt in ieder geval. Even zien. Nou, let's go. Ga naar binnen. En weer zie ik een zombie binnenstaan. Alles zie ik zombies binnenstaan. Volgens mij hebben ze dat expres gedaan. Om dan te denken van Friggy is erbij. Lol. Oké, okay, goed. Nou, het heeft niet zo heel veel gedaan, maar binnentuin. Binnentuin. Oké, okay, dit hebben we eerder gezien. Maar op zich wel leuk zo. Alleen maar, alleen maar gras. Maar ik denk wel dat ik er iets anders mee ga doen. Dus ik denk wel iets van tuinachtig, maar voor de rest weet ik het niet echt. Oké, okay, nou, niet zo heel veel aangepast in deze map. Even kijken, hier is alles afgesloten. Dus hij had zeker helemaal niks gedaan. Nope. Nope. Oké, okay, we gaan even kijken of hier zoiets is gebeurd nog. Zo, nee, hier niks, hier ook niks. Pittig weinig op zich. Vergeleken met alle andere maps, hè, maar ik kan natuurlijk niet klagen. Dus ja, hij heeft de bintuin heeft hij afgemaakt. En hier zo, niks. Speciaals, wel de toren natuurlijk. Hier heeft hij een soort van farmpje vandaag gemaakt. Dus we gaan nu eventjes in de toren kijken en... Hey. Haha. Oh, het is gewoon echt een toren. Oké, okay, nou, oké, okay, dat was de wereld van Maurice. Niet veel gedaan, maar gewoon wel een beetje een leuk idee op zich. Hij heeft de toren afgemaakt en hij heeft hier een hoe heet het? Een tentje van gemaakt. Ik moet eerlijk zijn, het is niet de beste man die er zit, maar het is wel leuk en origineel bedacht. Dus bedankt Maurice.